Wij werken al heel lang met een DAS. Die besteden wij helaas eens in de 6 jaar of zo Europees aan. De laatste jaren doen we dat naar heel veel tevredenheid met staffing MS. Wij doen dat in een samenwerkingsverband van de talentenregio, dus daar doen heel veel gemeentes aan mee. Ook de provincie Overijssel bijvoorbeeld en Zwolle. We zijn zeg maar de wat grotere deelnemers in de samenwerking. En ja, de belangrijkste reden voor Zwolle om mee te doen aan een DAS is dat het eigenlijk het mes aan twee kanten snijdt wat ons betreft. Dat is de opdrachtgevers die behoefte hebben aan inhuur om die te ontzorgen. En dat doet staffing ons dat dan voor ons. En die doen dat naar onze ervaring. We evalueren 2 keer per jaar. Doen ze dat supergoed. Dat is ook mijn ervaring. Dus het ontzorgen van de lijn. En aan de andere kant is het om eigenlijk de rechtmatigheid te borgen. We werken in Zwolle heel veel met decentrale verantwoordelijkheden. Dus leidinggevenden mogen ook heel veel zelf. Maar dan komt de rechtmatigheid misschien hier en daar ook in het geding. En een DAS is voor ons een van de kanalen en eigenlijk het hoofdkanaal voor kortdurende professionele opdrachten, zeg maar. Ook voor ZZP'ers, dus ook lokale partijen hebben gewoon kansen. Om dat gewoon rechtmatig te doen. En in het begin, dat geldt denk ik voor alles, moet je heel even wennen aan het systeem. Er is een gruwelijk goede helpdesk. En als je er 1 of 2 keer mee gewerkt hebt, dan is het, vind ik, een feestje om eigenlijk op die manier aan je inhuur te komen. En dan gaat het van een leien dakje. Het klinkt wellicht wat overdreven, maar het is echt zo. En als je dan een leidinggever bij ons vraagt die het 1 keer doet, die vindt het dan natuurlijk toch wel een beetje gedoe om met het dynamisch aankoopsysteem te werken. Maar als ze het wat vaker gedaan hebben of ze laten zich helpen, dan is het toch eigenlijk wel een fluitje van een cent. En de succesfactor, dat is natuurlijk ook een belangrijke, is heel groot. Ik weet het percentage niet uit mijn hoofd, maar van alle opdrachten die wij in de marktplaats zetten, zitten wij volgens mij op 6 of 97% geslaagde bemiddeling. Dus dat is natuurlijk super hoog. Een aantal van de opdrachten die zijn natuurlijk heel moeilijk te vervullen in de huidige markt. Maar ik vind de marktplaats ongelooflijk succesvol. En in het begin, volgens mij begonnen wij met een volume van 30 of 40. En volgens mij zitten wij inmiddels ruim over de 100 per jaar alleen voor Zwolle. En wij zijn er eigenlijk heel erg blij mee als hoofdinkoopkanaal voor dit soort opdrachten.